Hallo Kidoki, daar zijn we weer. Gisteravond heel laat weer gearriveerd in Somador. En het is daar nu een beetje mistig. Ik hoop dat het zo bijtrekt. Het zou heel lekker weer worden, maar ja. Dat heb ik dan weer via gehoord, want zelf kijk ik gewoon ook niet meer. Want dan zeggen ze dat het heel mooi weer wordt en dan valt het tegen. Of ze zeggen dat het heel slecht wordt en dan valt het mee. Ze maken weer voor niks druk, maar goed. En dit is momenteel de werkplaats. Ja. Beetje vol. De stoelen hebben ze in de voortent gezet. Dus dat is wel schrik. We komen hier in de keuken. Er moet nog wel beton dus worden gestort. Maar zijn betonmolen was kapot. Ze heeft nu inmiddels een nieuwe. Die staat daar in de tuin. Maar de leiding ligt er in ieder geval wel. Voor mij moet het toch ook nog ergens op elkaar worden aangesloten, lijkt mij. Maar oké. Dat denk ik dan zomaar. Hier is hij ook aan het graven geweest. En dan zo naar de badkamer. Daar ligt ook al nu van alles. Maar hij wist niet precies waar wat moest komen. En dat moet ook allemaal nog steeds dicht. Dus. Nou goed, het is hier wel wat verder dicht. Niet helemaal tot bovenaan. In ieder geval wat verder dicht. En we gaan zo meteen wel even horen wat hij gaat doen wanneer. Zullen we maar zeggen. Ik hoop heel snel dat hij aan de slag kan. We go, wij gaan nu bedoel ik even naar Kapperswaar. Maar er wordt gewerkt. Er wordt echt gewerkt. Ze zijn nu even lunchen. Pas tegen 2 ook. Zijn ze gaan lunchen. Het is lekker laat, maar ze zijn al een flink stukje op. Wat wou ik er nou van maken? Op weg of zo? Een combinatie tussen op weg en op pad, denk ik. Ja. Ze zijn in ieder geval flink bezig. Dus. En wij gaan nu eventjes de kettingzaag ter hand nemen. Die heeft Paul in zijn hand. De kettingzaag? Nee. Ik bedoel ook de takkenzaag, ja. En de snoeischaar. En dan gaan we eventjes kijken of we de bomen een klein beetje kunnen inperken. We willen ze zeker niet weg hebben. Maar hier en daar wat snoeien is wel. Je hebt even de snoeischaar nodig. Ja. Die heb ik hier. Oké. Ja, ik ga hem misschien meer wegzagen. Kijk hoor. Dat is ook helemaal niet. Oh, dat zit hier. Enzovoort. Ik heb de snoeischaar eventjes aan Paul gegeven. Ik ben een beetje ruimte aan het creëren geweest, maar het zit ook wel leuk om even te zagen. Het gaat niet zo makkelijk, maar het komt wel goed. Kijk, daar gaat hij al. Ja. Dan pak je hem daar aan zeker even voor. Het is een dag vol improviseren, maar echt tot in het extreme. Het meest extreme was Paul die voor mij een bierflesje openmaakt met een lepel uiteindelijk na van alles geprobeerd te hebben. Omdat het opener in het huis ligt en we daar niet in kunnen. Omdat ze dus beton gestort hebben. Dus morgenochtend kunnen we er gewoon weer in. Maar nu niet. Dus het is echt, dat zijn we vergeten. Oh, hoe gaan we dat nou weer doen? Dus, maar ik vond hem heel creatief in ieder geval. Ik vind het knap dat het hem gelukt is. Bij het laatste licht van deze zaterdag. Wil ik nog even laten zien hoe ver we gekomen zijn met snoeien. En het is wel ineens weer een heel ander gezicht.
Al vind ik het niet leuk dat er zoveel af moest. Maar het ziet er in ieder geval heel anders uit. Alleen bij mijn kastanjeboom ben ik natuurlijk blij mee dat ik daar wat meer licht heb gecreëerd voor hem. Het is een beetje donker, ondanks dat mijn licht het nu wel doet. Maar goed, dit is in ieder geval het eindresultaat voor wat betreft de keuken. Dus die zitten nu echt helemaal dicht. Dus dat is hartstikke mooi. Gaat hij die houten balk daar achterin nog weghalen, Paul, die daar ligt? Of? Ja, dit ook. Okay. Het is om het beton niet bij de kraan te laten vollopen, zeg maar. Ja, nee, precies. Maar dat gaat... kijk eens wie we daar hebben. Ik denk dat zwarte kitten wat hier groot is geworden. Een van de kittens van Bella. Echt? Denk ik. Ik weet het niet zeker. Maar goed, in ieder geval... Hij kijkt mij aan. Nou, gaat er gauw vandoor. Maar goed, het is in ieder geval helemaal gestort. Vanavond verder geen plannen. Dus ik zou zeggen, laters.